Maar wat moeten we doen als we willen sorteren op de punten bijvoorbeeld? Want we hebben er juist gezien dat we als we willen gaan sorteren, dat we alle gegevens moeten sorteren, selecteren. Maar we hebben ook gezien dat als we hier gaan kiezen voor sorteren van A naar Z of Z naar A, dat hij automatisch de eerste kolom gaat nemen om op te sorteren. Dus dan moeten we eigenlijk iets anders gaan doen. En dat is aangepast sorteren. Klik hierop. En dan krijgen we hier een paar mogelijkheden. We willen gaan sorteren op deelnemer. Nee, dat is niet het geval. We willen sorteren op punten. Ik wil dat de hoogste punten van boven komen staan en de laagste van onder. Dus we willen sorteren op de kolom punten. Hier, dat is die tweede kolom. Dan op welke gegevens willen we gaan sorteren. Dat zijn de celwaarden. Dat zijn dus de waarden die in die cellen hier staan. Dus de echte getallen. Hoe willen we gaan sorteren? Niet van klein naar groot, maar van groot naar klein. Ik wil dat de hoogste punten van boven komen. Dus nog eens even herhalen. Sorteren op de kolom punten. Op wat van de kolom van punten? De celwaarden, dus de getallen dat daarin staan. En we sorteren in de volgorde van groot naar klein. Oké. En nu heeft hij dus Jan, die er juist van onder stond, naar boven geduwd en de rest naar onder en gesorteerd. Hetzelfde kunnen we doen met de fouten. Dus we kunnen gaan zien wie dat er de meeste fouten heeft gemaakt. En dan gaan we eigenlijk exact hetzelfde doen. We gaan naar sorteren en filteren, aangepast sorteren. En dan kiezen we voor fouten in de plaats van punten. En ik doe voor de rest hetzelfde. Ik wil de grootste fouten van boven. Oké. Voilà. En hij gaat alles terug hersorteren.